Ja, goeie. Hey, hey. Kun je de motor misschien nog even uit? Ja, zeker. Waar ga je naartoe? Ik ga nu naar Leeuwarden, maar uiteindelijk naar Anjem. En dan, als het goed is, een beetje op het Lauwersmeer oefenen met zeilen. Dus dat eigenlijk. En waar kom je vandaan? Oorspronkelijk uit Den Haag. Dus ik ben twee maanden geleden of zo ben ik naar Makkum gevaren. En daar heb ik een tijdje gebivakkeerd, zeg maar. En nu ga ik weer verder naar Anjem. Dus dit is jouw woning? Momenteel wel, ja. Voor deze paar weken en in de zomer vooral, dan wel inderdaad. En waarom ben je deze bijzondere tocht aangegaan? Nou, in Anjem woont een vriend van me. En die moet ik een beetje helpen verzorgen, want hij is zijn been kwijtgeraakt. Dus ik woon zeg maar half op de boot en half bij hem. En ik ga in oktober ook naar school om uiteindelijk proberen kapitein te worden. Dus op die manier ben ik meer met boten bezig en is het mijn hobby geworden. Eigenlijk probeer ik daar zoveel mogelijk mee bezig te zijn. Dit is mijn eerste bootje afgelopen zomer gekocht. En je helpt een vriend? Ja. Die heeft het dus ook moeilijk gehad? Of? Hij heeft een onderbeen amputatie gehad. Hij is wel wat ouder al. Zijn aderen waren dicht. En op die manier ging zijn onderbeen stuur af, helaas. Dus ja, dat moest eraf. En we zijn al jaren bevriend. En het is hartstikke gezellig met z'n tweeën. Dus eerst wonen we in Makkum, dadelijk in Anjem. En hoe oud is hij? In de 50, maar ik weet niet precies hoe oud. Dat is een bijzondere vriendschap ook. Ja, zeker. Het is eigenlijk de vader van mijn beste vriendin geweest. En tenminste nog steeds. ik ga meer met hem om eigenlijk dan met zijn dochter tegenwoordig. En wat is je planning? Nou, ik hoop ten eerste dat het weer een beetje meer zo blijft. Want ik ben in de winter hier naartoe gevaren en dat was toch nog wel behoorlijk fris. En ik hoop eigenlijk dat ik in Anjem een baantje kan vinden. Ook op een schip of in de scheepsbouw. Tot oktober. En dan ga ik vanaf Anjem naar Enkhuizen varen om daar naar school te gaan. Dat is de bedoeling tenminste. Dus, spannend avontuur. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En vooral met het weertje, zo is het ideaal.